Broeders en zusters, we zijn hier vandaag bijeen om afscheid te nemen van de maandag om het leven gebrachte Wim Fortuyn. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Paulus baseert zijn overtuiging op de persoon van Jezus Christus, Gods mens geworden woord, die de weg heeft gewezen en gebaand naar de bevrijding van het kwaad dat een mens overkomt in lijden en dood. En van het kwaad dat een mens, dat uit de mens voortkomt en dat de ene mens de ander aandoet. In onze cultuur wordt gedacht dat je het leven naar je hand kunt zetten. Nou, dat is zo'n misvatting, want dat kun je helemaal niet. Wat je wel kunt, zoals wij katholieken zeggen, is met de genade meewerken. Of je kunt er nog weer anders zeggen, je moet altijd wel alert zijn, je moet je best doen, et cetera. Maar het leven gaat zoals het gaat. En het is helemaal niet iets waarvan wij in de stuurstoel zitten en even bepalen hoe het gaat. Dus dat mijn leven nu loopt zoals het loopt, daar heb ik helemaal niet zoveel over te zeggen. Alleen, waar ik wel iets over heb te zeggen, dat is of ik mijn best doe, of ik probeer de mogelijkheden te pakken. Of, nou, dat kan ik, maar dat is, het maakt wel uit. Maar het is toch wel de marge, om het maar zo te zeggen. Ja, ik heb ook begrepen dat dat iets is wat u kan frustreren als anderen dat niet doen, hè? Uit uw studententijd. Oh, absoluut. Ja, maar dat heb ik in... Een verhaal dat u tegenover de sociale dienst woonde in die tijd? Ja, nee, maar het is in alles van ik kan me ontzettend ergeren aan mensen, hè, die hun werk niet goed doen. En dan gaat het niet om of ze het perfect doen of deskundig doen. Want ja, als je niet deskundig bent of die perfectie niet. Maar of je het met inzet doet, dat is het juiste woord. Mensen die zich niet inzetten in de dingen die ze doen, daar kan ik me mateloos aan ergeren. Terwijl mensen die zich wel inzetten, maar fouten maken, daar kan ik ontzettend coulant voor zijn. En dan kan ik er ook nog wel om lachen of zelfs helpen. Om dat recht te zetten. Maar ongeïnteresseerdheid, ik kan er niet tegen. En sommige mensen kunnen het niet, hè? Hebben ook gewoon een zwakte. Er zijn zwakkeren in deze maatschappij. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat is een keuze. Wat dat betreft vind ik dat we een prachtige cultuur hebben. Wij hebben de vrije wil. En of het een fictie is of niet, dat maakt me eigenlijk niks uit. Dat is een hele stimulerende culturele impuls. We zijn persoonlijk verantwoordelijk voor ons eigen leven, voor onze eigen daden. En we hebben een wil om te kiezen. Nou, dat moet je dan maar ook doen. Maar denkt u dat iedereen dat aan kan? Vind ik helemaal niet zo interessant. Probeer het maar eens. Maar ja, er zijn genoeg uitvallers nu al, hè, in ja, deze maatschappij. Probeer ook niks. En wij hebben een cultuur gecreëerd, met name de Partij van de Arbeid en GroenLinks en die hele linkse kerk in de pers, waarin alsmaar zo'n zieligheidssoort syndroom. Ik vraag altijd eerst, wat heeft u er zelf aan gedaan? En ik ben heel wel begaan, ook met mensen. Want sommige mensen worden ergens geboren en met een opvoeding dat je denkt van... En dan zijn er toch die nog geweldig terechtkomen. Daar heb ik geweldige bewondering voor, want die hebben zich eraan ontworsteld. En wij hebben een soort zieligheidscultuur gecreëerd waarin je maar rechten hebt en niks zelf moet doen. Ik ben heel begaan, en ook straks als politicus, dat zal men wel merken, met mensen die minder kansen hebben in het leven. Maar ik wel vanuit een startpunt van als jij wat doet in jouw leven, als jij wil ondernemen in jouw leven, dus er iets van wil maken, dan wil ik naar vermogen helpen. Om er iets van te maken. Maar van die mensen, die bankzitters, zoals ik ze noem, die daar maar een beetje, ja, ik ben zielig en ik kan niks en ik heb geen kansen gehad en dit en dat. En denk ik in deze maatschappij geen kansen. Als je dat een beetje op de wereld vergelijkt, dan denk je dat bestaat niet. Ja, daar heb ik niks mee. Die moeten maar naar de Partij van de Arbeid. Hoe verschillend er ook gedacht kan worden over zijn visie en concrete ideeën, we hebben de laatste maanden allen kunnen constateren hoe groot zijn inzet was voor het ideaal dat hem voor ogen stond. En hoeveel hij voor anderen is gaan betekenen. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen.
De waarde van ons leven ligt in het leven voor de ander. Het evangelie roept ons allen op tot dienstbaarheid. Tot dienst aan elkaar en aan de samenleving.